Onze faculteit heeft heel bewust gekozen om de zomerscholen in te bedden in een verplicht opleidingsonderdeel. En we willen absoluut ervoor zorgen dat onze studenten leren omgaan met andere culturen en eigenlijk de culturele diversiteit ten volle te appreciëren. Op deze wijze, en dat zien we ook bij terugkomst, zijn ze eigenlijk gegroeid in het kunnen plaatsen van hun eigen cultuur, leefgewoontes, managementstijl in een breder kader. Voor de zomerscholen die georganiseerd worden aan de Universiteit Antwerpen is de internationale exposure ook verzekerd, omwille van het feit dat daar diverse nationaliteiten aanwezig zijn. Dus studenten van onze partners worden daarop uitgenodigd. Interactieve lesvormen zorgen dan voor deze exposure. Onze zomerschool Companies Crossing Borders is ontstaan vanuit een samenwerking met de Universiteit van Lahore in Pakistan. Jaarlijks nemen een zestal Pakistanen van die universiteit deel aan onze zomerschool en verminderen de inschrijvingsprijs. En daar sluiten dan bij aan een bonte mix van nationaliteiten vanuit onze partnerinstellingen. Het thema van onze zomerschool is een overnamecasus van een Belgische vennootschap met vestigingen over heel de wereld. En de studenten moeten die casus interdisciplinair benaderen vanuit verschillende invalshoeken, die niet enkel juridisch zijn. De aanpak is dat de studenten eerst een inleidend college krijgen over elke invalshoek. Daarna worden zij onder begeleiding in de bibliotheek aan het werk gezet. En uiteindelijk eindigt alles in een feedbackcollege waar dat interactief wordt gedebatteerd over de casus en de oplossingen van de studenten. Voor het ontstaan van een goede groepsdynamiek organiseren we 's avonds en in het weekend steeds enkele sociale activiteiten voor deelnemers van alle zomerscholen. Uit studentenevaluaties blijkt dat dit erg geapprecieerd wordt. Voor de ondersteuning van de organisatie van een summer school binnen het kader van Antwerp Summer University kunnen organisatoren bij ons terecht.